Samen met Spui 25 heb ik het programma van vanmiddag voor jullie samengesteld. Gaat het goed met de microfoon? Ja, oké. Wat we gaan doen, ik hou eerst een korte lezing. Daar heb ik al wat beeld bij. Die lezing heet Hoe vrouwen kijken naar vrouwen. Dan ga ik in gesprek met drie gasten, Iduna Paalman, Mongayende Hélène Christel en Eva Hofman. Dan gaan we het eerst hebben over hoe vrouwen zich spiegelen aan andere vrouwen. Vervolgens gaan we het hebben over hoe vrouwen betekenis geven aan andere vrouwen. Klinkt allemaal nog heel abstract, maar dat gaan we heel concreet invullen, hoop ik. En tussendoor zal Iduna voordragen uit haar nieuwste dichtbundel. Nou, dit is allemaal naar aanleiding van mijn essaybundel Pose. Ik heb hem hier, hij ligt ook daarachter, hij is te koop, net als de andere boeken van de gasten. En er zijn trouwens ook bij het boek kan je een t-shirt krijgen, die moest ik nog even erbij zeggen. Het boek gaat over de rollen die vrouwen spelen in films, maar ook daarbuiten. En eigenlijk ook over het stereotype denken dat daaruit voortkomt. Maar het gaat ook gewoon over hoe leuk dat rollenspel kan zijn, hoe leuk het kan zijn om een rol te spelen. Nou, ik heb deze lezing ingedeeld in 11 korte hoofdstukjes. Hier zie je het alvast op een rijtje, maar we komen er straks vanzelf voorbij. En deze lezing duurt ongeveer 20 minuten. Ik begin bij Marilyn Monroe, want daar begin ik ook mijn boek mee. Ik open mijn boek met een bekentenis, namelijk dat ik als kind idolaat was van Marilyn Monroe. Ik had allemaal boeken over haar en dan kopieerde ik plaatjes eruit en die hing ik aan mijn muur. Dit zijn een paar van die plaatjes. Maar ik ging haar ook playbacken in het lokale buurthuis met een Sinterklaaspruik op. Maar pas later begon ik me af te vragen, wat zag ik eigenlijk in Marilyn Monroe? Marilyn Monroe staat vooral bekend als sekssymbool. En wat moet een kind daar eigenlijk mee? Wat zag ik dan precies in haar? Toen dacht ik, Marilyn Monroe staat ook symbool voor iets anders, namelijk een soort kinderlijk plezier. Dus misschien was dat het wel wat ik in haar zag. Maar ik ging nog verder nadenken en ik dacht aan mijn oma, die mij heeft geïntroduceerd bij Marilyn Monroe. En zij heeft ooit uit Spanje een pop meegenomen. Misschien kennen jullie dat wel, zo'n flamenco pop die in een mooie pose staat. Een beetje zoals deze tekening laat zien. En ik was helemaal weg van die pop. En het leek een beetje op een Barbie, maar het had toch iets heel anders. Het was echt een optreden. En toen dacht ik, misschien was dat wel wat ik in Marilyn Monroe zag. Namelijk een soort performance van vrouwelijkheid. Nou ja, ik werd ouder. En de plaatjes van Marilyn Monroe, die werden vervangen. Eerst door filmposters, daarna door muzikanten. Maar ik had ook de neiging om allerlei soorten vrouwen om me heen te verzamelen. En in Pose noem ik die vrouwen meisjesmartelaren. En dat was bijvoorbeeld deze foto van Sally Mann. De foto heet Candy Cigarette, is uit 89. En ik dacht, dit is misschien wel een tienerprostituee die aan de weg staat te roken en te wachten op klanten. Dus ik had helemaal een soort van akelig verhaal bedacht, maar het heet Candy Cigarette, dus het gaat gewoon over een meisje dat aan het spelen is en dat een chocoladesigaret vasthoudt. Maar goed, die hing ik op in mijn kamer. Maar ik las ook bijvoorbeeld Christiane F. En ik luisterde Patti Smith en ik vond dit beeld ook prachtig. Dit is niet alleen een muzikante die ik heel intrigerend vond, vooral door hoe ze eruit zag. Maar ik was ook helemaal weg van de foto's van Len Goldin. Waar ook dat soort vrouwen op te zien waren. Heel kort iets uit mijn boek over deze meisjesmartelaren. Mijn meisjesmartelaren waren mooi en jong. Ze waren meisjesachtig of letterlijk nog een kind. Ze waren wit, mager en bleek als lijken. Vaak hadden ze lang, donker haar, wild en ongekamd. Ze waren fragiel, ze waren gedoemd. Ze bewandelden de grens tussen leven en dood. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat ik dat kinderlijke plezier van Marilyn Monroe had vervangen door gebroken vrouwen. Maar eigenlijk was Marilyn Monroe ook een gebroken vrouw. En misschien was dat wel waar ik voor viel, voor haar slachtofferschap. Gloria Steinem, boegbeeld van het tweede golffeminisme, vooral in Amerika, en journalist,
zei daar iets heel interessants over. Die zei, toen Marilyn Monroe nog leefde, werd ze geadoreerd door mannen. Maar na haar dood was ze van de vrouwen. Kort door de bocht zou je kunnen zeggen, mannen zagen in Marilyn Monroe vooral seks en plezier. En vrouwen herkenden iets in haar tragedie. Komen we bij een andere vrouw, Tyra Banks. Ik keek jarenlang America's Next Top Model, een talentenjacht voor modellen, gemaakt en gepresenteerd door Tyra Banks. En ik herinner me dat ze op een gegeven moment zei, als je voor een mannenblad poseert, dan neem je eigenlijk een hele trotse houding aan. Het is ook een seksuele houding, met de borsten naar voren en de billen naar achter, maar ook een hele actieve, trotse houding. Maar als je poseert voor een vrouwenblad, dan doe je iets wat zij de broken down doll noemde. En dat is een soort lappenpop dus, een beetje gebroken en op een bepaalde manier levenloos. Dus je zou kunnen zeggen dat er vrouwen zijn, niet alle vrouwen, sommige vrouwen, die graag kijken naar vrouwen die het lijden uitvergroten. Die de passiviteit, de tragiek en het slachtofferschap uitvergroten. En dat noem ik ook in mijn boek The Broken Down Doll naar Tyra Banks. Maar wat is het toch dat we zo aantrekkelijk vinden, niet wij allemaal, maar ik in ieder geval, aan de Broken Down Doll. Zoals bijvoorbeeld de literaire Broken Down Doll Sylvia Plath. Of Heroin Chic, de trend uit de jaren 90, hier Kate Moss. Of uit Les Miserables van Fantine. Of Prinses Diana, allemaal op hun eigen manier zijn dat broken down dolls. Nou, ik denk dat je een oorzaak vindt in die aantrekkingskracht tot zo'n type rolmodel of vrouw. In de sprookjes die we als kind al kijken. Hier twee Disney voorbeelden, rechts Sneeuwwitje en links Door een Roosje. In die sprookjes zie je vaak dat een prinses in nood is en dat een prins haar komt redden. En dat kun je vertalen naar de man is actief en de vrouw is passief. Maar er speelt nog iets anders, namelijk vrouwelijke passiviteit is aantrekkelijk. Uiteindelijk komt deze sprookjesprinses zowel Door een Roosje als Sneeuwwitje weer tot leven. Maar eigenlijk is ze nooit zo aantrekkelijk als wanneer ze dood is. Dus ja, zoals ze hier ze is helemaal neergelegd op een manier dat wij haar kunnen bewonderen in een glazen kist. En dat maakt haar zo aantrekkelijk. Nou, dat doet me denken aan een citaat van Edgar Allan Poe, een beetje uit zijn verband gerukt. Maar hij zei, the death of a beautiful woman is unquestionably the most poetical topic in the world. Oftewel, ontegenzeggelijk is de dood van een mooie vrouw het meest poëtische onderwerp dat je kunt bedenken. En dat zegt wel degelijk iets over hoe we kijken naar vrouwelijke schoonheid. Een oud voorbeeld daarvan is Ophelia, het personage uit Shakespeare's Hamlet. Een jong meisje, een jonge vrouw, die heel kwetsbaar is, steeds kwetsbaarder wordt en uiteindelijk verdrinkt in een beekje omringd door bloemen. Dus ook prachtig, helemaal, ze lijkt neergelegd zoals het Sneeuwwitje in haar kist. En de vraag is, pleegde ze zelfmoord of was het een ongeluk? Dat weten we niet. Nou, hier zien we Ophelia en hier zien we haar in een recente verfilming. Maar we zien haar ook in vele hedendaagse incarnaties. Bijvoorbeeld in deze clip van Nick Cave en Kylie Minogue. Lana Del Rey, Grey's Anatomy, hele populaire ziekenhuisserie. Melancholia van Lars von Trier. En Vertigo, de klassieker van Alfred Hitchcock. En we zien ook een soort Ophelia in de clip van Everytime van Britney Spears, waarin ze ook verdrinkt in bad. Nou, wat we bij al deze moderne Ophelia's zien, zijn toch weer die twee elementen die we zagen in sprookjes. En dat is ten eerste de koppeling van vrouwelijke schoonheid aan passiviteit. Of zelfs de koppeling van vrouwelijkheid aan passiviteit. Alsof je pas een echte vrouw bent, voor wat dat ook betekent, als je passief bent. En aan de andere kant, hoort dit beeld nog even bij. En aan de andere kant de nadruk op mannelijke daadkracht. In Vertigo wordt ze gered. In Grey's Anatomy wordt ze gered. En in Door een Roosje natuurlijk ook. Maar die mannelijke daadkracht, die vertaalt zich niet alleen aan een man die de vrouw redt. Maar
Soms gaat het juist om een man die de vrouw geweld aandoet. En op de een of andere manier is dat bijna inwisselbaar. Het gaat om de man die actief is en de vrouw die passief is. Die fascinatie voor passieve vrouwen zie je ook in The Dead Girl Show. Zo wordt het verwoord door Alice Bolin, die in haar essaybundel Dead Girls schrijft over The Dead Girl Show. En dat is bijvoorbeeld het oervoorbeeld daarvan, is Twin Peaks van David Lynch. En de Dead Girl Show draait altijd om de dood of de vermissing van een jonge vrouw. En dat is de motor die het verhaal op gang brengt. En ook daar zie je dus, de vrouw is passief, zelfs zo passief dat ze niet meer leeft. En de man is actief. En dat zie je bijvoorbeeld ook in Deense politieseries of in True Detective. Er zijn talloze voorbeelden. Maar je ziet het natuurlijk ook in true crime. Al die boeken en podcasts en documentaires die we momenteel tot ons nemen, die gaan over waar gebeurde zaken. En ook daarin zie je dat slachtoffers vaak vrouw zijn. En ook vaak jong en aantrekkelijk en wit. Net als Laura Palmer uit Twin Peaks. Nou, nu is true crime enorm populair, maar niet nieuw. Je had in de 18e eeuw al murder ballads. Dat staat in de traditie van middeleeuwse balladen, liederen. Maar de murder ballad ging heel specifiek over moordverhalen. Waar gebeurden moordverhalen? En dat ging vaak over vrouwen die vermoord werden. Zoals Pretty Polly of The Knoxville Girl. Dat was een heel subgenre van de murder ballad. Je zag het ook al bij de sensationele verslaggeving rond Jack the Ripper, de seriemoordenaar uit de laat 19e eeuw die in Londen vooral vrouwen vermoordde. En je zag het heel sterk bij het verhaal van Elizabeth Short, die in 1947 in Los Angeles op nogal gruwelijke wijze werd vermoord en waar allemaal allerlei verhalen over worden gemaakt, nog steeds. Dus allemaal dat soort sensationele verhalen draaien heel vaak rond vrouwelijke slachtoffers. En meer dan dat, ze verheerlijken het vrouwelijke slachtofferschap. En ik heb het idee dat het vooral vrouwen zijn die dit idee aantrekkelijk vinden. Nou, dan komen we bij een tegenbeweging. You're the Wound. Straks kom je erachter waar dat op slaat. The Empathy Exams is een prachtige essaybundel van Leslie Jameson uit 2014. En daarin heeft ze het over die tegenbeweging. En zij noemt dat post-woundedness. Post-wounded vrouwen. Dus niet wounded, post-wounded. De post-wounded vrouw keert zich tegen de slachtofferrol. En ze wil niet gezien worden als gevoelig, al helemaal niet als hysterisch en niet als iemand die zwelgt in haar emoties. Dus ze is blasé, sarcastisch, ze is cool. En ze doet alsof niets haar kan raken. Jameson ziet verschillende vrouwelijke personages in series en boeken en films die post-wounded zijn. Die zo gepantserd zijn dat ze helemaal niets meer voelen of zeggen te voelen. Jameson vertelt ook over Girls, de serie van Lena Dunham, waarin post-woundedness geïroniseerd wordt. En dat resulteert in een fantastische scène waarin twee van de vriendinnen ruzie hebben. En de een zegt tegen de ander, you're a big ugly wound. En de ander zegt, I'm not the wound, you're the wound. Want niemand wil die drama queen zijn en die vrouw die zich alles aantrekt. Dus dat vond ik, dat is heel mooi hoe zij daarover schrijft. Wat ik zelf ook interessant vind in dit opzicht is Gone Girl. Het boek van Gillian Flynn uit 2012. En de verfilming van David Fincher uit 2014. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het vrouwelijke hoofdpersonage Amy een post-wounded figuur is. Eerst speelt ze de rol van Cool Girl. Dat is typisch post-wounded. En daarna speelt ze de rol van Dead Girl. Eigenlijk bedenkt ze haar eigen Dead Girl show. Maar de vraag is, waarom moet je überhaupt een rol spelen? Amy vraagt zich af, wil ik een slachtoffer zijn of niet? En besluit dan alleen als ik zelf de voorwaarden bepaal. Maar waarom moet ze die rol spelen? En waarom moet ze een verhaal over zichzelf creëren? You're such a Samantha. Nou, vrouwen zouden of Madonna zijn of hoer. Dat is een cliché dat we al zagen in de begintijd van de film. En daarin had je de donkere vrouw, donkerharige vrouw en de blonde vrouw die tegenover elkaar werden gezet.
De donkerharige vrouw werd aangeduid als vamp. En dat komt natuurlijk van vampier. En die was exotisch, seksueel, gevaarlijk, kwaadaardig. Dus ze was wel seksueel, maar niet op een aantrekkelijke manier. En de ingenue was de blonde variant. Die was maagdelijk, onschuldig, speels. Die had vaker de hoofdrol en de vamp de bijrol als slechterik. De vraag die dus steeds gesteld werd was eigenlijk, in welk hokje past deze vrouw? Is ze het een of is ze het ander? En die vraag lag destijds bij de kijker en de maker. Wij bepaalden in welk hokje die vrouw paste. En nu heb ik het idee, is het de vrouw zelf die vraag stelt. En die dus eigenlijk zichzelf in dat hokje plaatst. Waarbij het rollenspel een soort verwrongen vorm wordt van emancipatie. Bijvoorbeeld de vraag, ben ik een Carrie of een Samantha? Die vrouwen zich stelden naar aanleiding van de serie Sex and the City. Of welke Spice Girl ben ik? Of welke pop past bij mij als je een kind bent? En zelfs horoscopen, het idee van, oh, ik ben een tweelinge, dus dit is mijn identiteit, of ik zit zo in elkaar, is ook weer zo'n manier waarop we onszelf vastzetten in een hokje aan de hand van speelse vragen over identiteit. Het is echt heel leuk om rollen te spelen. Daar gaat mijn hele boek over. En om ons te spiegelen. Maar ik denk ook dat we ons niet moeten vastzetten. En dat we daarmee op moeten passen. En ook als je heen en weer beweegt tussen het ene en het andere. Dan weer Carrie, dan weer Samantha. Maak je jezelf eigenlijk heel plat. En we zijn niet plat, we zijn complex. We zijn niet twee zijden van één munt. Dus misschien moet ik ook wat vaker kijken naar beelden van Marilyn Monroe. Waarin ze dat is, complex. Menselijk. Nou, aan het einde van de lezing ga ik toch ook nog even kijken naar mannen. Ook om een oorzaak te vinden voor dit alles. En ik denk dat te vinden is in films. Omdat films ons leren kijken naar elkaar en naar onszelf. En natuurlijk zien we in films allerlei soorten mannen. We zien de typetjes, we zien de uitzonderingen. Stoere mannen, slechte mannen, nerdy mannen. Noem maar op. Maar wat ik me vooral herinner uit de films van mijn jeugd is de everyman. En dat is eigenlijk een soort neutraal personage met wie iedereen zich kan identificeren. Maar dat personage is dan wel altijd een man en altijd wit. Dus het is helemaal geen neutraal personage, al wordt het zo wel gebracht. Gaan we weer terug naar de vrouwen. Natuurlijk zijn er ook everywomen. Bijvoorbeeld in de romcom of in arthouse films. Maar als je kijkt naar mainstream films, vooral die voor een breed publiek en dus voor zowel mannen als vrouwen, zien we vrouwen gewoon vaker in een bijrol. En in die bijrol zijn ze vaak vastgezet in een hokje. Dus deze vrouwen zijn onschuldig, of ze zijn gek, of aantrekkelijk, of sexy. Kortom, ze zijn plat. En er is nog iets aan de hand. Deze vrouwen bekijken we dan met zogenaamde mannenogen. De vraag is, zijn deze vrouwen echt onschuldig en gek en aantrekkelijk en sexy? Je kunt ook zeggen, het zijn... Ga ik even... Dat is niet wat ik wilde. Je zou ook kunnen zeggen, en dan ga ik dus even terug, dat mannen deze vrouwen willen redden, of dat ze eng vinden, of verliefd op ze worden, of met ze naar bed willen. Dus zo kijken we steeds met een quote-unquote mannenblik en leren we te denken in clichés, genderclichés, over wat mannen denken en over hoe vrouwen zijn. En als wij rollen spelen, dan herhalen we die ideeën, zelfs als we denken dat we zelf kiezen wie we willen zijn. Komen we bij het allerlaatste hoofdstukje. Opkijken naar vrouwen. Dus wat dan? Mogen we ons overgeven aan een rollenspel? Mogen we ons spiegelen aan andere vrouwen? Mogen we spelen met clichés? Mogen we ons verlekkeren aan een slachtofferrol? Nou, al die broken down dolls die ik voorbij heb laten komen, daar staan natuurlijk ook vrouwen tegenover. Sterke vrouwen. Bijvoorbeeld actieheldinnen. Of popartiesten zoals Beyoncé. Deze vrouwen hebben controle en ze zijn zelfverzekerd. Wat dat betreft zijn ze de ultieme rolmodellen. En toch mis ik ook iets. En misschien is dat wel de toestemming om soms te mogen falen. Om soms zwak te zijn en het niet te weten. En om aan mezelf te twijfelen. Nog een paar sterke vrouwen. Maar dan gaan we toch weer terug naar Marilyn Monroe.
Want misschien is dat wel wat ik vond in Marilyn Monroe. Toestemming om soms ook niet sterk te zijn. Nou, dit was mijn verhaal waarmee ik het gesprek in wil gaan. Ik ga er gewoon meteen bij zitten. Of zou ik nog... Oh, ik had nog een mooie afsluiten. Ik wilde mijn gasten uitnodigen op het podium. Kom maar zitten, dan ga ik jullie introduceren als jullie zitten. Naast mij zit Iduna Paalman, zij is dichter. Haar eerste dichtbundel heet De Grom uit de Hond Halen, ook hier verkrijgbaar. Daarmee won ze de Poëziedebuutprijs. En eind vorig jaar heeft ze een tweede bundel uitgebracht. En dat is deze, Bewijs van Bewaring. Naast haar zit Eva Hofman, journalist. Zit in de redactie van De Groene Amsterdammer. Waar ze veel schrijft over technologie en internetcultuur. En stiekem een beetje met een feministische invalshoek, heb ik gemerkt. En naast haar zit Mungayende Helene Christel. Schrijver, essayist, als ik je zo mag noemen. Je bent docent in Beyondology aan Artes in Arnhem. En je hebt een feministisch audiocollectief opgericht. Hoe spreek je dat uit, de naam daarvan? Gag. Gewoon Gag. Okay. En heeft een prachtige inleiding geschreven bij deze bundel. Ook hier te krijgen, denk ik. Ik wilde het gesprek ingaan met een vraag, namelijk... Hadden jullie een rolmodel in jullie jeugd? En zo ja, wie was dat dan? Ja, ik had er absoluut één, ja. Maar die veranderde ook wel heel snel. Ik moet telkens bij het woord spiegelen denken aan dat vriendinnetjes vroeger over mij altijd zeiden of mij altijd beschuldigden van naaperij. Oh. En daar heb ik mij altijd heel erg voor geschaamd. Maar nu denk ik, dat was gewoon één grote poging om een identiteit te vinden die bij mij paste. Dus volgens mij is dat ook iets logisch wat kinderen doen. Aapte je dan die vriendinnen na of je rolmodel? Nou, die vriendinnen en mijn rolmodel. Dus ik was me telkens aan het aanpassen aan hoe zij dan waren. Omdat ik graag dan zo wilde zijn zoals zij. Dus ik was nogal bewonderend van aard. Ja. En dat vond een hoogtepunt in. En ik denk dat heel veel meisjes van mijn generatie dat hadden in Pippi Langkous. Omdat zij, ik weet het niet, maar ik moest lachen toen ik jou die foto zag dat jij als Marilyn Monroe op het podium stond. Want ik was precies zo, maar dan als Pippi Langkous deed ik alles. En als ik dat tenuutje aan had en die vlechtjes zo, dan was ik iemand anders en dan durfde ik veel meer. Ja. Dus ik was heel teruggetrokken en verlegen iemand. En als ik haar was, dan durfde ik ineens stoer te doen of met jongetjes te spelen of meisjes aan te spreken die ik intimiderend vond. Of, ja. Ja. Heel interessant. Ik denk dat we daar straks nog wel op terugkomen, op die functie van een rolmodel. Ja. Eva, wat was voor jou, tegen wie keek je op? Ja, ik vind dat dus altijd... Hij doet het, hè? Ja. Ik vind het altijd heel jammer, want ik wou dat ik ook Pippi Langkous als rolmodel had gehad. Maar ik was dus echt helemaal niet stoer. Dus ik keek eigenlijk alleen maar naar prinsessen de hele tijd. Mm-hmm. En dat is helemaal niet meer oké, okay, maar ik... Ik had ook altijd jurken aan. Ik wilde ook geen broeken hebben. Ik wilde allemaal prinsessenjurken de hele tijd. En dat heeft zich langzamerhand vertaald in een broken down doll obsessie, denk ik. Naarmate ik wat ouder werd. Ja. Ja, maar het was een en al jurken en lang haar en dat. En wat ik wel heel vet... Nee, ik keek heel graag Gilmore Girls. En dan had je Rory Gilmore en die... Zo'n serie uit de jaren 90. Jaren 90, ja, begin 2000. Begin 2000. En zij was dan een beetje volwassen, maar ook wel... heel feminien en ze hield heel erg van lezen en ze wilde graag schrijver worden en zo. En dat was denk ik de eerste keer dat ik dacht van... oh, maar je kunt ook slim zijn en van boeken houden en tegelijkertijd ook graag winkelen. Ja. En bezig zijn met jongens en zo. Precies, ja. Ja. En Mungayende, wie was voor jou? Ja, als we het toch in eerste instantie hebben over prinsessen. Toen ik jonger was, echt jong,
had ik één favoriete tekenfilm. En dat was De Kleine Zeemeermin. Hoe jong was je dan? Ik heb zeg maar Pippi Langkous niet op die manier meegemaakt. Omdat ik toen niet opgroeide in Nederland. Ik was niet in Nederland. Dus het was ook zoeken wat voor rolmodellen dan daarbij pasten. Waar ben je opgegroeid? Ik ben opgegroeid in Kigali. En daarna in Terneuzen, Eindhoven en in Brussel. En dus de rolmodel die ik vond in De Kleine Zeemeermin was eigenlijk een meisje die onder water leeft en in opstand komt tegen haar vader. Dat vond ik wel stoer. En toen op een gegeven moment haar grootste goed opgaf om eigenlijk vrij te zijn, zeg maar, stem. Dus het had een beetje iets sinister, maar dat vond ik wel prettig eigenlijk. En we keken dat thuis als gezin, die tekenfilm in het Frans. En er zat één dier in die tekenfilm en dat was de kreeft. En die had een Caribisch accent in die Franse vertaling. Ja. En daarin voelde ik me heel erg thuis. Ja. Dus dat vond ik heel prettig om te zien. En daarom ben ik ook blij dat De Kleine Zeemeermin nu ook vertaald wordt naar een Zwarte Zeemeermin. Ja. Omdat daar natuurlijk heel veel historie achter zit. Ook voor mensen van een Afrikaanse afkomst. Maar als ik echt dan doordenk van toen ik mijn volwassenwording had, van waar ging ik toen naar kijken? Ik merk om me heen dat, dat vooral het rolmodel eigenlijk de tantine is. Mm-hmm. De tante, de auntie, de African okay. auntie specifiek. Ik zeg ook altijd, de African auntie is my only true religion. in die zin dat, zeg maar, Afrikaanse tantes, maar ook allerlei migrantentantes om mij heen, waarmee ik ben opgegroeid, mij heel veel hebben geleerd over wat het betekent om je om de prijs te betalen van meisjesvlees, zoals ik het noem, om te bewegen in dat lichaam en om daarin een soort van je vrijheid in de wereld op te zoeken. En die tantine, die tantes die ik om me heen zag, of het nou moeders waren van vriendinnen, met een migratieachtergrond, of het nou mijn eigen biologische tantes waren of aangeboren tantes, waren vrouwen die op hun eigen manier eigenlijk in onderhandeling waren met de wereld en hun vrouw zijn, zeg maar. Waarin zit het verschil tussen een tante en een moeder? Ik denk dat de tante op een hele radicale queer manier eigenlijk altijd eeuw in de gehele historie van het mens zijn een bepaalde queer rol tot zich neemt. Dat ze niet de verantwoordelijkheid draagt van het moederschap, maar wel de vruchten plukt om soort van een radicaal ander geluid te kunnen laten horen. Wat ik bij die tante zie is een soort van de invulling van een soort van regenboog gezinscontext, zeg maar. Dus vaak zie je dat jonge kinderen met een achtergrond zoals de mijne opgroeien bij tantes. Of vaak blijven spelen bij tantes. Dus heel veel meekrijgen van die tantes. En daarin zit ook het collectieve gemeenschapszin. Wat heel erg bij die culturele context hoort. En dat vind ik gewoon prettig. Maar er zit ook een bepaald radicaal queer element aan. Ik zeg ook altijd, tante is mijn favoriete voornaamwoord of pronoun, tantine. Mm-hmm. Dus ik zie dat als een soort van radicale toe-eigening van die onderhandeling die je als vrouwfiguur in de wereld telkens moet doen. Ja. Ja, heel interessant. Ik wilde heel kort iets voorlezen dat jij hebt geschreven in je inleiding bij dit boek. Het zijn dus allemaal essays over Beyoncé en haar betekenis. En jij schrijft dan hoe dat voor jou was om op te groeien met Destiny's Child. En dan schrijf je: ik liep half vallend, half schrijdend door de slaapkamer van mijn moeder te neuzen in haar kledingkast en make-up spullen. Op de maat van de eclectische gitaarmuziek danste en bevroor ik. Precies zoals de vier meiden van Destiny's Child, zoals ik ze dat zag doen op het televisiescherm. En dan later zeg je ook:
Mijn adolescente leven raakte in de jaren na Bills, 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 dus een van hun nummers, steeds meer doordrenkt door deze femcultuur, meidencultuur, glinsterend, schrijdend en de lippen getuit door de puberteit gaan. Herkennen jullie dat een beetje, de meidencultuur? Is dat iets wat een rol speelde voor jullie? Of ging het dat spiegelen om iets anders? Nou, in mijn geval was ik denk ik... Ik zat in de brugklas en toen kwamen er allemaal docenten van mij naar me toe, vrouwen. En die zeiden dat ik op Kate Moss leek. En dat zagen we net waar. Nog. Die zagen we nog. Oh ja. Nou, ik dacht dat valt uiteindelijk best mee. Alleen dat hoorde ik toen wel. En dat was eigenlijk de eerste keer dat iemand tegen mij zei dat ik op een volwassene leek. Want die was natuurlijk volwassen. En dat vond ik eigenlijk helemaal niet zo leuk. Want toen kwamen er ook mensen die zeiden van dan moet je daar ook iets mee doen. Dus dat was ook gelijk een soort van, er zat een actie achter, namelijk. Wat voor actie dan? Je moet modellenwerk gaan doen. Je moet dat gelijk dus gaan verkopen op de een of andere manier. Of dat is niet zomaar iets wat je, nou ja, wat ik bepaal dat je bent, maar er moet dan ook nog iets aan hangen. En ik had dus net Rory Gilmore ontdekt, dus ik dacht, nee, maar ik ben een boek aan het lezen en zo. Dat vind ik veel leuker, maar ik voelde me bijna schuldig dat ik daar niks aan deed. En ik had ook een week daarna een jurkje aan en toen kwam dus weer die docent ook en die zei van, ja, maar als jij geen model wil zijn, dan moet je ook niet zulke jurkjes aan doen. Oh nee! En, ja, dus de verwachting van, is, die hoort bij er op een bepaalde manier uitzien alleen. Ja, en dus ook bij een vorm van meidencultuur. En ik denk dat het daarna best lang geduurd heeft voordat ik weer een manier vond om meisje te zijn, zonder dat daar iets mee moet, dat je dat ook gewoon mag zijn. Ja, ja. Ja, want wat ik zeg maar ook in die inleiding vertel, en dank je wel voor het delen, want zeg maar in die inleiding maak ik ook de kanttekening van die tijd, de doordrenkt zijn door meidencultuur. Er zit een stukje de naïviteit van het meisje zijn in, ja. Maar eigenlijk vertel ik ook van, het is een soort van de overgang van meisje naar vrouwmeisje. En een vrouwmeisje was soort van het meisje dat niet volledig vrouw nog was, maar wel te maken kreeg met de prijs die vrouwen betalen voor overseksualisering, voor al dat soort dingen, zeker in de westerse context. Ik vertel bijvoorbeeld, ik vertel dat niet, maar ik herken dit verhaal omdat in die tijd waar ik vertel, vroeg ik mijn moeder voor het eerst of ik een string mocht dragen. Omdat ik alle meiden, we waren 12 en we waren bij de gym en iedereen droeg een string. En ik dacht, oh, volgens mij is dat iets wat ik ook moet gaan doen of zo. Ja. Dus soort van, het gaat weinig over die omgekeerde druk. Dat je zeg maar ook een druk kan voelen om je om ontbloot door het leven te gaan. En soort van voor straf en als knipoog heeft mijn moeder toen een XXXL-string bij de Vibra aangeschaft. En zei van, hier, doe maar, probeer maar. En toen was ik het ook afgeleerd, zeg maar. Maar jij zag die string waarschijnlijk niet als iets seksueels of wel? Ik zag het niet per se, ik seksualiseerde het zelf niet, maar ik zag het, op dat moment merkte ik dat dat iets was wat de tienermeiden om mij heen deden, als soort van een overgangs, een rite de passage, een overgangs instrument om aan te kondigen dat ze van meisje naar vrouwmeisje gingen. Ja, ja. Ik denk ook trouwens dat, wat ik hierin herken, is dat ik als meisje, door de druk die jonge vrouwen hierdoor hebben, ook best wel veel vijandigheid onderling voelde. Dus ik, als we het over meisjescultuur hebben of over van die groepen, ik was altijd ook nogal geïntimideerd door het geweld dat eigenlijk gepaard gaat met die overgang. En sommige meiden hebben die eerder en sommige meiden hebben die later. En op de een of de andere manier hebben meiden heel goed in de gaten wie, wanneer, wat, hoe. Ja. Ik heb tijdens mijn leraaropleiding, ik heb ook lang, al geef ik les en dan krijgen wij ook altijd een college of kregen wij dan een college reeks en dat heette dan meidenvenijn. En dat ging gewoon over hoe je moet omgaan in een groepsverband met meiden die daarin zo heftig op elkaar en op zichzelf kunnen reageren in het vergelijken en in het roddelen en in het... Dus als ik denk aan meidencultuur, dan kan ik me nog heel goed de angst herinneren die ik daarvoor als meisje ook had. Niet alleen voor mezelf, maar dus ook voor de peer group. Ja. Iduna,
Zou jij gedichten willen voordragen uit je bundel? Even iets heel anders. En dan gaan we het daarna hebben over wat niet alleen het bewonderen, maar ook wat we doen met als we schrijven over Marilyn Monroe. Of als je een dichtbundel schrijft over vrouwen. Is er nog iets wat je wil vertellen voor je gaat lezen? Ja, tussendoor. Ik denk dat ik begin met een gedicht dat wellicht niet heel veel inleiding behoeft. En dan daarna tussendoor af en toe wellicht wel. Ik heb een bundel gemaakt die Bewijs van Bewaring heet. En die eigenlijk voor een groot deel gaat over hoe we met geschiedenis omgaan. En dan ook voornamelijk hoe we met vrouwen uit de geschiedenis omgaan. Hoe die bewaard zijn gebleven in onze blik en in onze verhalen. Of ook niet bewaard zijn gebleven of eenzijdig bewaard zijn gebleven. En het eerste gedicht heet Bewijs van Toelating. Hoewel je een mooie crème blouse draagt en net iemand verrot hebt gescholden, is je karakter nog steeds te vlak. Je wordt te goed begrepen. Je hebt de wijnfles slagvaardig gemaakt, maar staat daar nog steeds te gehoorzamen. Als je wilt binnenkomen, moet je jezelf benutten. Een protest kan haken, maar het kan ook een dessin zijn. Daar moet je goed over nadenken als je hier echt mee verder wilt. Hoewel alle boeken over jou gaan, kun je er helaas niets aan verdienen. Er is een constructie waarbij de geldstromen via eendagsmachines over verschillende sluizen worden verdeeld. Je zult je erin moeten verdiepen, zoals in alles waar je uiteindelijk geen recht op hebt. Je kennis is een snedig metaal. Je handen draaien pijloze rondes. We zeiden al dat je aanleg had. Nu noemen we het een dier. Natuur. Waarom ben je nog steeds zo opgelaten? Alle badparels die in je handen uiteengleden, had je dan zonder gewild? We laten je toe. Je wordt geprint in een aanmoedigende omgeving. Je krijgt een handdoek, een taartje en één rol wc-papier om op te starten. Het volgende gedicht, daar moest ik meteen aan denken toen je het over die broken down dolls had. Ik heb namelijk als student een enorme Princess Diana fase gehad. Okay. Die af en toe nog heel hevig opspeelt. En toen was zij natuurlijk al dood? Ja, zij was dood. Want zij ging dood toen ik echt nog een kind was. Ja. En ik heb dat geheel gemist eigenlijk. Ook met een gebrek aan een televisie en ouders die media geïnteresseerd waren, kwam ik er eigenlijk pas als student achter dat dat zich had afgespeeld, terwijl ik gewoon in de tuin aan het spelen was. Ja. En toen, ja, dat hele sterke en gebroken beeld van haar, dat greep me toen heel erg aan. En het laaide hevig op in de lockdown, want toen keek ik de serie The Crown. En in het ene laatste seizoen staat heel erg die werdegang van Diana als prinses centraal. Op een gegeven moment is er een scène in een aflevering en dan gaat zij mee jagen met haar schoonfamilie. Ik geloof met haar schoonvader. En dat doet zij dan heel goed. Dan schiet zij een hert. En dan is zij geslaagd. Dan heeft ze de krul ontvangen en de koninklijke koninklijke medaille, zeg maar. Dus dan is zij goedgekeurd. En daar heb ik dit gedicht over gemaakt. Het heet Bewijs van Bekwaamheid. Eerst schiet je een hert. Een dia-show vanuit de schuilkuil, daar hoef je weinig voor te doen. De kogel treft alleen ter openbaring de organen. Je bent geslaagd nog voordat je bent opgestaan. Daarna een gok bij een raadsel. De verkeerde, maar je hebt in de gaten hoe dat werkt met trapsgewijze ontlading. De vraag waarop niet het antwoord, maar de respondent het antwoord is. Dan draag je het dier naar een plek achter het podium. Je kunt het aaien, wellicht bloedt het flink. Je schrikt daar niet van, integendeel. Je speelt de overgangen nog eens af. Haar handen, zie je? Haar vizier, haar bescheiden jachtseizoen. Je slaapt
zonder belastend materiaal en stapt niet naast het paadje. Het 19-jarige dier is oud, het 19-jarige dier is jong. Wat telt, is je talent voor opzienbarende precisie. De roos, in de roos, in de roos. Niet het een of ander, je raadt het allemaal. Een belager is geen belager als je hem op de juiste wijze... Ten slotte mag je blijven. Het gewei groter dan de romp. De ogen doen nergens meer aan denken. De vacht. De vriendin die je vrijblijvend van de vrouw kan stropen. Wat telt? In deze voorstelling is niemand doodgegaan. Iedereen heeft dat meteen begrepen. Zal ik er nog één doen of nog twee? Doe er nog maar één. Oké. Okay. Ik denk dat we heel veel hebben om het over te hebben. Nou. dan doe ik een gedicht. Het eerste gedicht is uit een serie gedichten. Ik ben voor deze bundel een beetje onderzoek gaan doen naar vrouwen die wij allemaal niet kennen, maar die wij allemaal hadden moeten kennen. En toen ben ik op Mary Gertrude Halton uitgekomen. En dat kwam omdat ik graag een gedichtenserie wilde schrijven over een onderwerp waar ik al jaren enorm mee worstel, namelijk met anticonceptie. En toen dacht ik, wie staan er aan de kern of aan de geboorte van anticonceptie? Dat zullen wel mannen zijn, want die waren toen in charge om medische ontdekkingen te doen. Maar toen kwam ik Mary Gertrude Halton tegen, een patholoog en een gynaecoloog uit het midden van de 19e eeuw. Een activiste ook voor vrouwelijke gezondheidszorg en voor geboortebeperking. En zij heeft ooit een zijden cocon als anticonceptiemiddel bedacht, wat een voorloper werd van het spiraaltje. En dat werd natuurlijk geclaimd door een of andere arts die daar met de shine vandoor ging. En dit eerste deel van deze serie gaat daarover. Je weet toch dat het barrièremiddel uiteindelijk alle wonden heelt en alle zadels leeglaat? Een uitgedroogde citroen in de mond van de baarmoeder, een steen door een loden pijp. Een kameel wil tijdens een woestijntocht geen kalfje, dat begrijp je, neem ik aan. We spreken over melkzuursturende brouwsels die zich een weg door de zanderigheid slurpen. Glimmende kiezelstenen die naar pis ruiken, zilverabsorberende lichaamstaal en vernikkelde staven. De wonden helen langzaam en vanwege de infecties wordt dokter Grevenberg, van wie is de geestpot eigenlijk, van de eigenaar of van de naamgever, verbannen. Maar goddank snap ik wat mijn moeder mij vertelde, want het is niet veel, want haar moeder vertelde niet veel, want haar moeder nog minder. Opluchting is een rits. Uiteindelijk zijn het draden van zijdewormdarm. Mary Gertrude Halton mag er niet over publiceren. Van steen naar ketelkleurige, prikloze champagne. Alle met draad omwonden stukken papier trekt men uit de holte terug het daglicht in. Er blijkt op geschreven, hoewel onleesbaar. Mooi, dankjewel. Dankjewel. Ik denk dat we het straks nog wel gaan hebben over waarom je deze bundel wilde schrijven. En waarom die insteek. Oh, dat is heel fijn. maar ik wilde eerst naar wat beelden die Mongayende heeft meegenomen. En ik ben heel benieuwd waarom je deze wilde laten zien in deze context. En waar we naar kijken. Ja, waar we naar kijken is een beeld door de Malinese fotograaf Seydou Keita. En het beeld is getiteld inmiddels Odalisque of Portrait of a Lady. En het is een beeld van een jonge vrouw, waarschijnlijk uit de stad, die eigenlijk in een rustmodus heel rustig in de camera kijkt en de sluiter klikt. En het is, ja, als we het hebben over vrouwbeelden, dan is dit een vrijtijdsbeeld.
van een vrouwbeeld. En ik heb dit gekozen vanwege mijn onderzoek naar de odalisk. Ik doe momenteel beeldonderzoek naar de odalisk en naar hoe er wordt geschreven over dit vrijtijdsbeeld van de vrouw. Maar ook over op welke manier dit een alternatief kan zijn op het vrijtijdsbeeld dat van de vrouw of eigenlijk helemaal niet van de vrouw wordt geschetst. Het ging zojuist, wat je ook benoemde in je presentatie, over de wanneer mag het vrouwfiguur ontspannen zijn. Even helemaal niets hoeven. En deze auntie, Tantien, is daar voor mij het icoon van. Wat ook telkens terugkeert in mijn gedachtes. Dit soort beelden zijn heel iconisch voor de jaren 60 fotografie, die toen opkwam in met name het westen van het Afrikaanse continent. En Sedou Keita, maar ook zijn collega's hebben dit soort beelden eigenlijk gemaakt. En als we zeggen hoe vrouwen kijken naar vrouwen, dan gaat het hier nog als verdiepende laag onder, zeg maar, de female gaze, gaat het hier ook nog over de decoloniale gaze. Dus het gaat niet alleen, het moet niet alleen gaan over hoe vrouwen kijken naar vrouwen, maar het moet ook gaan over welke vrouwen kijken naar wat voor vrouwen. Ja. En op welke manier wordt er gekeken naar verschillende vrouwen. Dit beeld is representatief van hoe Afrikanen kijken naar Afrikanen. En Teju Cole schrijft daarover dat dit de eerste keer was tijdens het decolonisatieproces dat eigenlijk voormalige gekoloniseerde mensen in voormalige gekoloniseerde gebieden zichzelf gingen vastleggen. Mm. En dat valt dus te vergelijken met wat de manier waarop witte vrouwen in het Westen het roer namen om zichzelf te willen vastleggen. Of dat nu literair is of in beeldtaal of in poëzie. En dat zie je hierin terug. Dus de Tantien zit hierin verwikkeld. Het vrijtijdsbeeld zit hierin verwikkeld. Het alternatief op de odalisk zoals we die kennen uit de kunsten. Want de odalisk zoals we die kennen in de westerse kunst is natuurlijk het melkwitte. Heel veel wit vlees eigenlijk. Heel zo. Veel wit vlees, ja. Naakt. Of halfnaakt met een doek of een laken. Dat, heel passief ook. Heel passief, inderdaad. Passief en niet in rustmode. En dat is het verschil voor mij. Dit is geen dode vrouw. Dit is een vrouw die rust. Ja. En dat zijn, dat maakt dit beeld zo belangrijk. En wat misschien ook nog interessant is om te weten, is het woord odalisk is eigenlijk geleend uit de Turks. Dus als je kijkt naar de geschiedenis, ook zelfs van de benaming van de naakte witte vrouw als odalisk, is het geleend uit het hele orientalistische idee van de harem. Ja. En dus om die reden is het eigenlijk dan ook geleend uit de Turks. En daarom denk ik dat het goed is om van al deze wereldbeelden bewust te zijn. Als je kijkt naar een vrij tijdsbeeld van een vrouw. En dit als alternatief op die druk te beschouwen. Ja, heel mooi. Je had ook nog dit, ik had hem ook in mijn presentatie. Het is natuurlijk ook echt een modern, ook iconisch beeld. Ik bedoel, dit was gewoon meteen iconisch. Waarom wilde jij dit laten zien? Dit beeld is iconisch. Ik ga van een vintage odalisk naar een moderne odalisk. Dit is een moderne odalisk in die zin dat het bijna futuristische odalisk is. Ja. Het is een vrouwbeeld. Dit keer wel ontwapend, dit keer wel naakt. Of in ieder geval ontbloot op een digitaal paard. Maar er worden hier verschillende baanbrekende
berichten gegeven aan de toeschouwer. En een van die berichten is natuurlijk het vrouwbeeld, het vrouwfiguur op leeftijd. Het vrouwfiguur als moeder. Ze is 40 geworden. Ja, en wat dat vrouwfiguur wel of niet toe in staat mag zijn op die leeftijd. Hmm. Het vrouwfiguur na baarmoederschap. En het zegt ook iets over maagdelijkheid. Het communiceert ook. Heel lang is paardrijden is gezien als iets wat in westerse context iets wat het maagdenvlies aantast, wat niet gedaan kan worden. En dit is dit eigenlijk verbrijzelt dat idee door juist zo op dat paard. Ja, het gaat ook tegen dat passieve in. Het is een hele tegen het passieve in, inderdaad. Dus dit is de moderne en de futuristische odalisk in de vorm van Beyoncé. Ja, en je had ook nog deze beelden. Dit zijn de laatste beelden, toch? Ja, klopt. Ja. Dan wil ik toe naar de odalisk op het spectrum. Want waar kijken we naar? We kijken naar beelden uit de Savage Fenty Show van Rihanna. Dat is haar modemerk, hè? En dat is inderdaad het modemerk van de zangeres en ondernemer Rihanna. En ze is een merk begonnen waarin eigenlijk ze lingerie verkoopt. Maar wat interessant is aan wat deze artiest heeft gedaan, is dat ze de lingerie in de presentatie van het merk gedragen wordt door allerlei verschillende vrouwbeelden. En dat zijn plus size vrouwbeelden, zwarte donkere vrouwbeelden, zwarte lichte vrouwbeelden, transvrouwen, non-binaire vrouwbeelden. Dus, en deze beelden komen van them. Of them.com. En het is eigenlijk een soort reportage van wat voor op het spectrum van het vrouw zijn, wat voor verschillende soorten vrouwen deze lingerie, vrouwen en non-binaire personen en mensen die zich identificeren met high femme zijn, met meidencultuur, wat voor verschillende soorten mensen dit dragen en dit vrouwbeeld eigenlijk naar buiten toe dragen. Dus dit is voor mij de odalisk op het spectrum en ook een futuristische odalisk in die zin. Ja. Oh, heel interessant. Dankjewel. Ik dacht, Eva, jij hebt recent iets. Ik ga nu een ingewikkeld bruggetje doen, maar ik denk dat het wel gaat lukken. Jij hebt recent voor De Groene een stuk geschreven over Taylor Swift, van wie je fan bent. Ik ook. En in dat stuk schrijf je vanuit je liefde voor het onderwerp, maar juist door die liefde schrijf je ook kritisch over haar. En ik vroeg me af, want dat is iets waar jij denk ik ook mee te maken hebt. Want jij geeft les over Beyoncé. Als je vrouwen bewondert, kun je dan ook kritisch zijn? Is dat juist belangrijk om te doen, om ze op die manier serieus te nemen? Of voed je daarmee de haters? Omdat Taylor Swift is bij uitstek iemand die ook heel veel niet serieus wordt genomen. Ja, nou, toevallig had ik, niet toevallig, maar we hadden 2 weken terug in de Bali ook een gesprek hierover. En daar was een wetenschapper aanwezig, Anne-Lot Prins, en die is een Swiftoloog. Zij zei dat vooral witte vrouwen op Taylor Swift reageren op 2 manieren. Namelijk of ze vinden haar fantastisch en heel herkenbaar. Of ze denken, ik wil niks met die vrouw te maken hebben. Het is allemaal erg, het is allemaal cringe. De vraag is dan eigenlijk waarom? Waarom is dat zo erg? Het is erg omdat je jezelf er zo in herkent, maar dan de delen van jezelf waar je een beetje voor schaamt. Taylor Swift is schaamteloos meisjesachtig. Of dat was heel lang en daar is ze nu nieuwe stappen in aan het zetten. Dat is iets wat voeding is voor mensen die haar niet serieus willen nemen en haters. Maar tegelijkertijd is ze een van de meest succesvolle artiesten van deze tijd. Dus hoe
hoe rijm je dat dan in vreemdesnaam? En ik durfde vroeger ook niet te zeggen dat ik Swift-fan was. Dat was gênant en dat hoorde toch helemaal niet bij iemand die ook graag, weet ik veel, naar goede films ging en zo. Of naar de Dire Straits luisterde. Nee, Swift is meisjesachtig en daarom gênant. En ik denk dat het heel goed is om je af te vragen, is meisjesachtig wel gênant? Ik denk het niet. Maar ja, als je die vraag wil stellen, dan voed je ook de haters. Maar die moeten misschien hun mond maar een keertje houden. Ja, het is toch belangrijk om wel ook kritisch te kunnen, om genuanceerd naar zo iemand te kijken. Maar Iduna, jij hebt in je bundel eigenlijk juist vooral die vrouwen opgetild. Of was je ook kritisch? Hoe heb jij dat, hoe heb jij betekenis gegeven aan vrouwelijke rolmodellen? Waarom de kritiek misschien vooral in zit, is dat ik me zo verbaas over het feit dat er zoveel verhalen zijn die ik niet ken. Mm-hmm. En dat ik me verantwoordelijk voel voor dat we niet nog meer gaten moeten laten vallen. Dus het zijn ook niet alleen verhalen van vrouwen van vroeger, maar ook verhalen van nu die bijvoorbeeld met schaamte te maken hebben of met geweld tegen vrouwen of met het idee van, dat vond ik zo interessant toen dat met John de Mol gebeurde in ja, want die deed alsof, even nadenken, je had bij The Voice allemaal misstanden en hij zei, ja, die vrouwen hadden zich gewoon moeten melden. Ja, en plus, daar kwam dus een soort van het applaus bij, dat vrouwen die zich melden, oh, wat goed van jou. Terwijl, daar wrong voor mij iets, omdat ik dacht, ja, dan is het dus wederom de taak van de vrouw om zich te laten horen, terwijl zijn er niet anderen die de vrouw zouden moeten horen, ook als zij zich niet per se zo heel erg kenbaar maakt of sterk is of zich goed weet te verwoorden of zo. Mm-hmm. Dus meer dan dat ik geprobeerd heb om individuen uit de geschiedenis omhoog te trekken en te laten zien van kijk, deze was ook heel bijzonder, probeer ik te onderzoeken hoe dat werkt met hoe we luisteren of hoe we onthouden welke verhalen belangrijk zijn of ja, en dingen waar we ons voor schamen, dat we daar dan dus blijkbaar liever vergeten of liever iets voor verzinnen om dat niet te hoeven vertellen. Ja. Ja. Wilde jij er nog iets over? Ja, ik wil daarop reageren. Ook om te zeggen van, ik merk zelf dat ik die gedachte die vaak onder vrouwen speelt van serieus genomen worden ook niet zo interessant vind. Omdat ik denk, door wie moeten wij serieus genomen worden en waarom? En dat is denk ik een vraag die gemarginaliseerde groepen zich eeuwenlang gesteld hebben. Ik bedoel, als queer mensen wachten om serieus genomen worden door hetero's totdat ze zichzelf serieus nemen, dan kunnen ze wachten totdat ze een ons wegen. Mm-hmm. Ik denk dat het een hele, het is een manier van kijken. Het soort van toestemming, wachten op de toestemming van een ander om jezelf serieus te nemen, is iets wat ons binnen meidencultuur, binnen het fem zijn op het spectrum heel erg aangeleerd wordt. Het fem zijn, het vrouw zijn als punchline. Maar het is geen interessante vraag, omdat je niet op toestemming hoeft te wachten om serieus. En ook, ja, wat is serieus? Juist als we het hebben over juist als we het hebben over dat we meer speelsheid willen, dat we juist meer willen niet hoeven dingen, dan moeten we ook niet van onszelf hoeven serieus te zijn of serieus genomen te worden. Dus ik vind dat interessant, dat van dat te meisjesachtig zijn. Wat ik merk is in de queer community, in de ballroom, is dat juist iets wat gevierd wordt, het high femme zijn, is een, het is een mood, zeg maar. Het is niet iets wat waar je voor hoeft te schamen. Dus het is heel erg, ja, het is die speling tussen normcultuur, het onderhandelen met de normcultuur, maar je ook afvragen van wie vraag ik toestemming en waarom. Er zit natuurlijk ook wel een verschil tussen serieus zijn en serieus nemen, toch? Dus je kunt wel degelijk het spelen en het fem zijn heel serieus nemen in de lol en ook in het bekijken van wat ben ik hier nou aan het doen en wat vind ik hier nou zo leuk aan. Ja, dat denk ik ook.
Ja, ik denk dat het een goed moment is om het publiek aan het woord te laten. En als er vragen zijn, dan kunnen jullie die stellen aan een van ons. Is er dan een microfoon? Hoe doen we dat? Oh, oké. We moeten een microfoon afstaan. Is er een vraag over een van al die onderwerpen die zijn langsgekomen? Oh, hier zie ik iemand. De rol van social media en de impact daarvan mis ik nog even vanavond. Ja, Eva. Dat was een vraag die ik voor Eva had. Het is heel goed dat u hem nu stelt. Het is een grote vraag. Ja. Dus ik ga even kijken hoe ik die kort... Nou, wat zie je op social media aan... waar spiegelen meisjes en jonge vrouwen zich nu aan, specifiek op social media? Ja, nou is het zo dat sociale media natuurlijk altijd een beetje per persoon verschillen, hè, wat je ziet en wat je gebruikt. Maar wat ik in mijn ontdekkingstochten over het internet veel zie en wat ik ook heel jammer vind, is eenzaamheid. En dat is er omdat de sociale mediacultuur van sociaal naar media is gegaan. Dus mensen zijn veel meer aan het kijken naar wat ze online zien in plaats van interacteren met wat ze online zien. En wat je dan krijgt is dat vrouwen zich graag spiegelen aan vrouwen van wie ze denken dat dat hun vriendinnen kunnen zijn. En als je vriendinnen wil worden met iemand, dan is het handig als die persoon alleen is. Dus heel veel influencers zijn de hele dag alleen in hun huis en die zijn alleen dingen aan het doen en die zijn alleen hun make-up routine aan het doen of een dansje of wat dan ook, maar het is allemaal best wel eenzaam. En dan kun je dat heet dan een parasociale relatie mee opbouwen. Dus dan kun je het idee hebben dat je vriendinnen bent en dat je van elkaar kunt leren. Ja, dus je kijkt dan liever niet naar een vriendinnengroep, want daar heb je geen toegang toe. Ja. Je kijkt naar een vrouw alleen en dan ga je die relatie, dan worden jullie samen die vriendinnen. Ja, ja, en dat zijn ook vrouwen en dat is dan wel weer een soort saamhorigheidsgevoel. Maar zoals je allemaal stickers zag voor de vrouwen die langs zijn gekomen, van hoer tot Madonna, tot moeder, tot broken down doll, zie je nu hoe heet dat ook weer, het einde van het woord, het core. Dus cottagecore bijvoorbeeld, dat mensen gaan doen alsof ze op een boerderij wonen. Of dark academia, dat je doet alsof je naar Oxford gaat en dan allemaal geruite rokjes gaat dragen en zo. En mensen, of de vrouwen die ik veel zie, die willen graag een stempeltje hebben. Dus die willen bij een bepaalde subcultuur horen van vrouwen. En ik denk dat dat heel vaak zo is en dat het altijd wel op een manier zo geweest is. Maar het grote verschil is dat dit eigenlijk internationale grote clubs zijn van eenzame vrouwen die zich graag bij een groepering aansluiten. En het is allemaal ontzettend generaliserend, want het is, nou ja, er gebeurt heel veel op het internet en er gebeurt heel veel onder vrouwen in de allerbreedste zin van het woord. Maar ik denk dat dit is wat ik veel zie. Ja. Jij ziet iets anders, begrijp ik dat? Ja, ik zou zeggen aanvullend daarop. Wat je ziet bijvoorbeeld bij de understudies van Beyoncé, Chloe en Halle, die samen een muziekgroep vormen, maar ook individueel hun eigen artistieke praktijk hebben. Zij betraden het internet voor het eerst tijdens de pandemie. En de tijd daarvoor hadden zij geen social media en waren zij eigenlijk, ja, stonden zij alleen bekend als, ja, de brave soort van understudies van Beyoncé. En toen, ze waren ook heel jong. Ja, ze waren ook heel jong. Maar toen ze eenmaal het internet het liep heel erg storm. En ze deden dat op een voor veel van hun kijkers onverwachts sexy manier. En daar werden ze ook voor bestraft. Er is een filmpje van Chloe die zeg maar huilend op TikTok en op Insta Live haar verhaal doet van hey, ik doe dit juist omdat ik mijn lichaam vier en jullie branden me daarop af. En dus dat is een hele aparte ontwikkeling. Tegelijkertijd als het gaat om die eenzaamheid, wat ik net zei, gaat meer over hoe de TikTok-generatie eigenlijk die meidencultuur waar we het net over hadden en dat van meisje naar vrouw meisje bewegen, hoe zij dat eigenlijk nu ervaren
op het wereldwijde net, op een wereldtoneel. En dat is best wel nog een intensere ervaring. En als het gaat dan om die eenzaamheid, dat gaat denk ik meer over de generatie waar wij onderdeel van zijn. Wij zijn nog digital natives, maar we hebben nog de tijd. De laatste generatie die nog geen internettijdperk heeft meegemaakt en wel de Destiny's Child. En dat is best wel een unicorn generatie. Maar wat je daar ook bij ziet voor mij is, als je het neuroatypisch bekijkt, het gebruik van sociale media, zie je natuurlijk ook wel dat het toegang heeft gegeven aan een boel neuroatypische mensen die niet zo makkelijk contact maken. Om plots de soort van populaire meisje van de klas te zijn, of het mooiste meisje van de klas te zijn. De klas is dan het internet. Mm-hmm. Dus iemand die bijvoorbeeld autisme heeft en moeilijke oogcontact maakt, die kan contact maken met 1 miljoen volgers tegelijk zonder oogcontact te maken. En dat is ook best wel heel erg stoer. Dus ik zie dat ook als een interessante soort van bijeffect. En het is natuurlijk lastig om soort van de balans op te maken. En volgens mij is er ook niet zoiets als een compleet goed of een compleet fout. Maar ik denk dat dit nogal eens vergeten wordt. Dat zowel online als offline creëren we normculturen. En binnen die culturen vallen er altijd mensen buiten de boot. Dus tuurlijk is het zo dat er nu mensen zijn die last hebben van de normcultuur op het internet. Maar tegelijkertijd zijn er genoeg mensen die niet binnen onze offline normcultuur hun plekje hadden gevonden, die nu volledig tot bloei en tot uiting komen online. Ja, zeker. Is er nog een andere vraag uit het publiek? Dus daar achteraan zie ik iemand. Ja, ik was nog heel benieuwd naar dat anticonceptie verhaal. Je bedoelt het hele gedicht of het wat waar... waar... Of een hele bundel of iets over had geschreven. En ik ben heel benieuwd wat je daar... Nou, het is een serie gedichten in mijn bundel. Het heette Barrièremiddelen. En wat aan de kiem stond van de serie is het feit dat ik er al 10, 15 jaar mee worstel. Omdat ik het vervelend vind, omdat ik me er eenzaam in voel. In het vervelend vinden daarvan. In het vervelend vinden en ook in de verantwoordelijkheid voelen binnen relaties. Omdat ervan wordt uitgegaan, ja, je bent toch gewoon aan de pil. Terwijl de pil voor mij echt verschrikkelijk was. Omdat ik nu verhalen hoor van vrouwen die 10 jaar aan de pil zijn gegaan en daarna ermee gestopt zijn en eindelijk van hun depressieve periodes af zijn, bijvoorbeeld. Dus, nou ja, al die. Dus dat ik het heel erg voel als een drempel om erover te praten of om er op onderzoek naar uit te gaan. Maar dat ik op een gegeven moment een gesprek had met mijn oma, die het heel erg framede als haar ultieme bevrijding. Wat natuurlijk ook wel bekend is vanuit die jaren. En toen dacht ik, oh ja, dit is een onderwerp wat zo veranderd is eigenlijk in de afgelopen jaren. En vanuit dat gesprek ontstonden deze gedichten en ontstond ook mijn nieuwsgierigheid naar, ja, maar wie stond er dan aan de ontdekking daarvan? Want ja, er wordt natuurlijk al eeuwen en eeuwen en eeuwen getracht om hier controle op uit te oefenen. En vanuit allerlei hoeken is dat tegengehouden of aangemoedigd. Dus ik heb geprobeerd van die serie een historisch interessante, maar ook een persoonlijk verhaal te maken. Dus dat is het verhaal. Ik weet niet of ik er meer over kan zeggen zonder dat ik die gedichten dan moet voorlezen. Is er verder nog een vraag uit het publiek? Ja, ik weet niet. Er komt een microfoon jouw kant op. Hier aan de voorkant, sorry. Ik hoor nu natuurlijk veel over de rolmodellen en eigenlijk het verheerlijken van het vrouw zijn op een manier. Ik heb mezelf altijd schuldig gemaakt aan de male gaze en dacht echt, die eigenschappen die onder stereotype vrouw vallen, dat wil ik niet zijn. Dus ik ga hartstikke slim zijn, ik ga hartstikke stuur zijn, ik ga gewoon echt het enige meisje in een jongensvriendengroep zijn en one of the guys zijn. En dat was voor mij een soort hogere macht.
Dus ik vraag me eigenlijk af, in hoeverre herkennen jullie in jullie eigen analyses, maar ook eigen leven, dat aspect van wellicht enerzijds male gaze, anderzijds het juist niet verheerlijken van vrouwelijke stereotype eigenschappen die misschien voor sommigen heel positief zijn. Hè? Mooi, vrouwelijk, sierlijk. En voor de ander, ja, stel je niet zo aan. Dus uiterlijk is maar, hè? Je ziet eruit zoals je ziet. Dus kunnen jullie daar iets over zeggen? Nou, ik wil daar iets over zeggen. Jij zei net al, je vertelde net over die avond vorige week in de Bali, die helemaal aan Taylor Swift was gewijd. En je vertelde ook wat over dat schamen voor dat meisjesachtige van Taylor Swift of van wat je zelf interessant vindt. En ik herken dat heel erg, want ik heb ook altijd gehouden van Marilyn Monroe en van die Spaanse flamenco danseres en de jurken. Maar op een gegeven moment dacht ik ook, ik begon die schaamte te voelen. En tijdens die avond in de Bali werd dat ook uitgesproken. Van, nou, ik schaam me er eigenlijk wel voor. Maar op dat moment konden we het er wel met z'n allen over hebben. Want we waren onder Swifties eigenlijk vooral. En op een gegeven moment kwamen er twee mannen op het podium. En die gingen nog wat meer achtergrond geven bij Taylor Swift. En gewoon haar positie als muzikant meer. En die zeiden van, ik snap dat niet, dat schamen, want het is toch gewoon een respectabele muzikante en ze heeft goede recensies gekregen en zo. En toen dacht ik, nu zeggen deze mannen dat wij ons niet moeten schamen voor onze schaamte. En dat was zoiets gek. Ja, het zijn ook dezelfde mannen die Taylor Swift pas zijn gaan accepteren op het moment dat ze meer een beetje van die country muziek ging maken die andere witte mannen ook vet vonden. Dus ja. Nu hoef je niet meer te schamen, want nu is het niet meer Want het is geaccepteerd door mannen. Ja, ja. Dus dat. Nou ja, dus daar moet ik nu aan denken als jij dit zo. En ik heb dat altijd een worsteling gevonden. Aan de ene kant dat meisjesachtige, waarvan ik ook zag dat het werd vereerd. Dus ik dacht, daar wil ik bij horen. En aan de andere kant zag ik dat het ook iets was van, nee, daar moet je overheen stappen en meedoen met de mannen, one of the guys. Dus toen wees ik dat meisjesachtige weer af. En nu probeer ik meer een soort balans daarin te vinden van, ja, dat is allemaal, hoort allemaal bij mij. Dat is, ja, daarin wil ik wisselen eigenlijk. Maar dat heeft wel heel erg te maken met dat, ja, toch aangeleerd worden dat als je iets wil bereiken, dat niet de weg is, dat meisjesachtige. Terwijl je het misschien wel heel leuk vindt. Zou het ook niet een reactie zijn? Tenminste, ik had dus ook stoere meisjes. Het leek me ook altijd makkelijker om een jongen te zijn, dus wilde ik dat ook graag. En eigenlijk hoe meer de omgeving dan zei, god, draag eens een jurkje, je hebt zulke mooie benen. Of doe je haar eens los, want je hebt het altijd maar in een knot op je hoofd. Hoe meer ik dacht, nee, dit wil ik dus niet horen. Dus wil ik one of the guys zijn, of wil ik stoer zijn, of wil ik, weet ik veel, voetbal. Ja. Want daar vragen ze niet of je haar wil losdoen, sterker nog. Dat is goed om het vast te doen. Dus dat is denk ik ook een reactie op dat van veel vrouwen wordt verwacht. Dat als je mooi lang haar hebt, dat je het dan ook daadwerkelijk losdoet, ja. Zodat iedereen het kan zien. Je hebt zulke mooie krullen, dus mag je niet afscheren. Nee, ja, nee, precies. Of je moet geen skatebroek aan doen als je lange mooie benen hebt, want die heb je nou eenmaal van God gekregen. Ja. Ja, ik ging daar ook heel erg tegen in. Mijn haar afscheren en wijde kleren dragen. Ja, op Twitter zeggen ze dan altijd bij dit soort binair denken ook van, are the straights okay? Want zeg maar, dit is gewoon letterlijk een hetero onderwerp. In de zin dat zeg maar, dat die manier van kijken naar schaamte voor fem zijn, voor vrouw zijn, draagt ook bij aan een heel veel homofobie. De andere kant van de munt is ook dat je dus mensen die zich identificeren als mannen, die bewegen door de wereld als mannen, ook gevangen houdt in een bepaald soort man zijn. Waar jij je dan aan spiegelt, waar zij misschien wel helemaal niet aan gespiegeld willen worden. Ze willen misschien wel helemaal niet jouw stoere spiegel zijn. Ikzelf, mijn persoonlijke ervaring is ook dat, want ik ben opgegroeid met alleen maar broers. Alleen mijn broers waren allemaal zo verschillend. En ja, er zat een stoere broer tussen. Er zat een zachtaardige broer tussen. Dus one of the guys was een spectrum.
Ik was zeker one of the brothers, maar dat was een spectrum. En ik denk dat zeker herkenbaar is, want toen ik jonger was en geconfronteerd werd met dat, die keuze maken tussen een meisje-meisje zijn of een jongensmeisje zijn, of een vrouw-meisje zijn, het werd dus heel complex allemaal. Toen, toen was het ook vaak, zeg maar, dat ik om me heen zag van, oh ja, het betekent dus ook echt iets om als meisje op te groeien tussen jongens. Dat is ook een hele specifieke soort van manier waar er naar jou gekeken wordt. En er is wel eens inderdaad tegen mij gezegd van, ja, maar jij bent heel goed met jongens. Whatever that may mean. Dus, maar daarbinnen miste ik dus een soort van ook een empathie voor masculine mensen. En een toestemming voor hun zachtheid, voor hun glitter en glorie en roze. Want hebben mannen tantes, hebben zij zo'n soort rolmodel, zo'n soort... Wat ik zie wel, en andersom, hè, Beyoncé is het perfecte voorbeeld. Haar tante, Uncle Johnny, ja. Waar ze ook een eerbetoon aan doet op de nieuwste plaat. Dat is volgens mij het ideale voorbeeld van, volgens mij was het... heel vervelend voor tante Uncle Johnny geweest als zij alleen de stoere omen hadden kunnen zijn. Mm-hmm. Ja. Is er nog een vraag in het publiek? Ja, ik zie twee handen daar. Jullie hadden het over de vrouwelijke beeldvorming, traditionele media en online media, wat recenter is. En ik vraag me af of jullie een inherent verschil zien tussen deze twee vormen, omdat traditionele media toch wat meer bepaald is door wat oudere, veel mannelijke denkbeelden en online media toch wat minder gedecentraliseerd lijkt en dat er meer ruimte is voor mannelijke meningen, bijvoorbeeld alleen maar mannelijke meningen. Ik denk dat er meer ruimte is op internet voor afwijkende denkbeelden. Alleen denk ik persoonlijk, maar ik ben benieuwd wat Eva daarvan vindt. Op het internet speelt geld verdienen een veel grotere rol. Dus als je op een sociaal medium zit, dan zit je automatisch in een systeem waarbij er geld verdiend moet worden. En dat systeem duwt je ook bepaalde richtingen uit. En dat vind ik zo gevaarlijk aan internetcultuur. Hoe zie jij dat? Nou, wat ik daar een beetje aan vrees is, gerelateerd aan wat jij zegt, is dat het begin van het internet was echt super democratiserend. Hè? Dus iedereen had ineens een stem en mensen gingen hele verschillende dingen doen. En mensen die normaal niet aan het woord kwamen, kwamen dat wel. En dat is echt fantastisch. Maar nu er samensmeltingen zijn van verschillende websites en sociale media, zo zijn er volgens mij ook samensmeltingen van culturen. En dat is heel leuk, maar dat kan er ook voor zorgen dat er weer een soort monocultuur overwint. Mm. En dat heeft te maken met dat geld verdienen en dat heeft te maken met wat is succesvol. Dus bijvoorbeeld, het is heel succesvol om ergens in je eentje te zijn, want dan, dat is gewoon, dat heeft een bepaald effect en dat is dan gemeten en dat levert meer views op. En het nare daaraan is dat vaak ook best wel iets conservatiefs heeft. Dus we zien nu toevallig ook cultureel een soort terugslag naar de jaren 2000. Waar eigenlijk al die hele traditionele mediabeelden van dat heroin chic van Kate Moss. Maar er zit er veel meer in. De witheid is weer in. Ook niet super tof is. Maar zo versmelt er wel meer. En zo wordt er wel meer conservatiever en ook weer wat saaier, denk ik. Ik zag nog één vraag. Ik denk dat we daarmee moeten afsluiten. Ja, ik was benieuwd als we deze vraag hoe vrouwen kijken naar vrouwen gesteld hadden in bijvoorbeeld Spanje. En dat die flamenco jurk, die deed me daaraan denken. Want ik vraag me af of daar dat issue zoals het hier speelt ook daar zou spelen. Bijvoorbeeld die schaamte
over je meisjesachtig of supervrouwelijk kleden. Dat herken ik in Spanje of andere zuidelijke landen helemaal niet. Nee, ik denk dat het heel specifiek een gesprek is dat we hier voeren. En dat het heel interessant zou zijn om dat vanuit verschillende perspectieven te bekijken. En dat, daar zouden we dan ook weer een boek over moeten schrijven. Dat is te veel om hier te behandelen. Hebben jullie daar nog iets aan toe te voegen? Of is er nog überhaupt iets wat jullie kwijt willen over dit onderwerp, voordat we afsluiten? Ja, als reactie op wat u zegt, ik herken dat inderdaad. Daarom dat ik net zei van ik ben niet geïnteresseerd in serieus genomen worden. Mijn tantes waren daar ook nooit geïnteresseerd in. Dat is iets wat ik hier heb ontdekt. Van, ik moet serieus genomen worden. Het soort van de drang naar serieusheid. En dat gelinkt aan masculiniteit. Want vrouw zijn is serious business. Dus ik weet niet waar zeg maar het misverstand is ontstaan. Dus ja, ik herken dat heel erg. Die flamenco inderdaad, dat die vrouwelijkheid. En ook in die context van die Odalisque, maar dan de Malinese versie, zeg maar. Dat zijn hele serieuze aangelegenheden. Ik vind het mooi om het hiermee af te sluiten en met dit beeld af te sluiten. Ik wil jullie allemaal bedanken dat jullie er zijn met z'n allen en dat jullie zo aandachtig hebben geluisterd. En mijn gasten bedankt. Er zijn dus boeken te koop en we gaan borrelen en dan kunnen we nog verder praten.